Hey allemaal en welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Phoenix Star en in deze video ga ik eens even wat uitleggen over het bouwen van een virtual machine. Ik heb dit een hele lange tijd geleden eerder gedaan, maar die video was heel lang en heel erg kut. Dus het leek mij wel gewoon even een goed idee om die video te gaan updaten. Ook gewoon omdat VirtualBox een nieuwe update heeft gehad. Ze zijn geüpdate naar 6.0. En er zijn een aantal dingetjes anders dan de vorige keer dat ik de video gemaakt heb. Dus we gaan het gewoon even overnieuw doen. Voordat ik ga beginnen, virtual machines, wat zijn ze? Je moet het basically zien als een emulator voor een ander besturingsprogramma. Voor bijvoorbeeld Windows XP, Windows 95, Windows 98, whatever. Je kan allerlei verschillende soorten besturingssystemen erin draaien. Ik vind het persoonlijk een heel erg tof iets om te doen. Ik ben er ook best wel erg regelmatig mee bezig. Voornamelijk ook met bijvoorbeeld Windows XP voor het spelen van oude spellen voor YouTube. Dus ja, dat is wat ik er persoonlijk mee doe. En ik ben momenteel ook bezig met mijn eigen voortbereiden voor een ICT-opleiding in Hilversum. Dus ik ben momenteel ook heel erg druk bezig met Linux. Over Linux gesproken, dat is wat ik dus vandaag wel even ga installeren in VirtualBox. Kom er zo meteen bij. In ieder geval, dit is de website voor VirtualBox. De link staat in de beschrijving. En dan kun je hem gaan downloaden door op deze grote knop te klikken. En dan kom je op een hele mooie downloadpagina terecht. VirtualBox werkt op zowel Windows, macOS, Linux en zelfs Solaris, waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar het werkt erop, blijkbaar. ik zou zeggen, download het programma Hero gewoon even en dan kun je er heel erg mooi gebruik van maken. Ik gebruik VirtualBox trouwens omdat het gratis is. Ik weet dat er een programma is zoals VMware Workstation, maar daar moet je weer voor betalen en daar heb ik geen zin in. Waarom betalen als het ook gewoon gratis kan? Alles wat ik hier in deze video ga laten zien, ik zit momenteel op Windows 10. Maar als je bijvoorbeeld zit op bijvoorbeeld macOS of Linux, alles wat ik hier in deze video ga laten zien, zoals het goed is, hetzelfde moeten werken als in voor jou als dat het voor mij werkt. Maar daar moet je even zelf naar kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Want ik ben echt een Windows gebruiker. Ik weet voor de rest totaal niet hoe VirtualBox in zijn werken gaat in bijvoorbeeld Linux of zo. Dus daar moet je eventjes gaan uitvogelen. Maar als het goed is, zal alles gewoon hetzelfde moeten werken. Dus, wat we gaan doen is, we gaan eventjes op de knop nieuw klikken. En dan kunnen we een virtuele machine bouwen. Nou, laten we gewoon heel even beginnen met de naam in te vullen. Ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe Ubuntu Studio geïnstalleerd wordt. Waarom Ubuntu Studio? Weet ik niet, omdat het mij gewoon een leuk besturingsprogramma lijkt om even te laten zien aan jullie. Als dat je de naam invult van een besturingssysteem, dan herkent VirtualBox automatisch het besturingssysteem wat je wil gaan installeren. Dus als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil Windows XP installeren. Hoppakee, dan staat hij al, Windows XP. Dus ik hoef verder niet hier in dit menu'tje te gaan en handmatig mijn besturingssysteem in te stellen. Nee, het is gewoon heel simpelweg, je tikt het in en dan wordt hij automatisch herkend. Natuurlijk wordt niet elke Linux-distributie herkend door VirtualBox. Dat zou een beetje belachelijk zijn, want het zijn er enorm veel. Ze hebben hier ook maar een redelijk gelimiteerde selectie aan verschillende distributies waar je uit kunt gaan kiezen. Zoals bijvoorbeeld Arch Linux hebben ze. Ze hebben Debian, ze hebben Oracle, OpenSUSE en dus ook Ubuntu, wat we vandaag gaan gebruiken. Ik gebruik de 64-bit editie. Je kan ook voor de 32-bit editie gaan, mocht je dat interessant vinden. Geheugengrootte zet ik altijd op 4 gigabytes. Dat is de helft van wat ik momenteel in mijn computer heb staan. Dat is 8 gigabyte. Waarom gebruik ik daar slechts de helft van? Omdat de helft altijd het beste is om te gebruiken voor je virtuele machine. Omdat je dan echt het meeste uit je virtuele machine haalt. Als dat je al je werkgeheugen in alleen een virtuele machine stopt, dan kan het zijn dat je computer behoorlijk kapot gaat. Dus dat wil je niet. Ik zou zeggen, altijd de helft van je RAM-geheugen. Tenzij je bijvoorbeeld iets draait zoals Windows XP, daar kun je nog minder gebruiken. Want zoveel heeft Windows XP ook niet nodig. Het aanmaken van een virtuele harde schijf zorgt altijd voor dat je op zijn minst 80 gigabyte hebt. Want dat is groot genoeg voor elke virtuele machine die je gaat bouwen. Neem ik aan. Dan heb je een virtuele machine aangemaakt. En dan kun je dus een aantal leuke dingetjes ermee doen. We gaan nu even naar de instellingen. Want we moeten wat instellen. Lijkt me logisch. Hieronder systeem zie je de opstartvolgorde. Zet disketten uit en sleep hem naar beneden. Niemand gebruikt nog disketten vandaag de dag. En volgens mij zijn er zelfs niet eens imagebestanden die werken voor diskettes. Dat is ook weer eens een heel ding. Daar moet je ook wel even naar kijken. Je gaat naar je beeldscherm en dan
zet je je videogeheugen helemaal naar rechts. Waarom? Omdat je op die manier echt het meeste uit je video, uit je fantastische virtuele machine kan halen als het aankomt op bijvoorbeeld resoluties. En dat werkt nog beter als dat je bijvoorbeeld je 3D-acceleratie en 2D-videoversnelling aanzet. Want anders dan krijg je echt shit performance in je virtuele machine. Dat wil je niet. Geloof me, dat wil je niet. Onder opslag heb je een aantal belangrijke dingen die je even moet gaan bekijken. Je hebt hier UbuntuStudio.fdi, dat is je virtuele harde schijf. Die wil je dus laten zoals het staat. Maar hier heb je bijvoorbeeld de medium, de installatiemedium voor jouw virtuele machine. Die is leeg. Dus wat je moet doen is, je moet hem selecteren. Je moet hier op dit cd'tje klikken. En dan moet je kies een virtuele optische schijfbestand aanklikken. En dan krijg je dit scherm te zien waar je gewoon een beetje rond kan scrollen door de verschillende mapjes die je bijvoorbeeld op je computer hebt staan. En dan moet je op zoek gaan naar het besturingsprogramma wat je wil gaan installeren. In mijn geval is dat het Ubuntu Studio, dus die klik ik aan. En die open je. En dan wordt die hoppakee in VirtualBox gezet. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten voor Ubuntu Studio, mocht je dit daarmee willen gaan uittesten. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je Windows XP op dit gaat installeren, kan je bijvoorbeeld ook Windows XP gebruiken. Ik zorg er ook altijd voor dat ik een netwerkadapter heb ingeschakeld. De Network Bridge Adapter, dat is gewoon mijn standaard internetkaart die ik in mijn computer heb zitten. Waarom? Omdat het af en toe nog wel eens even handig is. Of leuk in ieder geval. Ik weet niet of dat mensen er interesse in hebben. Maar je kan gewoon op het internet gaan op een virtuele machine. Moet je wel even gaan kijken of het allemaal een beetje goed werkt. Dat is ook weer even een ding. Dus dan heb je je hele virtuele machine, als het goed is, klaar. Dan kun je op starten klikken. En dan start die, als het goed is, succesvol op. En dan kunnen we beginnen met Ubuntu Studio daadwerkelijk in onze virtuele machine te installeren. En zoals je ziet, we kunnen gewoon beginnen met Ubuntu Studio te gebruiken. Ik kies wel even mijn prachtige taal. Ik start even Ubuntu Studio zonder installatie. Dat is ook weer even het leuke aan Linux. Je kan zo ontzettend veel Linux-distributies vinden. En zo goed als elke Linux-distributie die ik ooit geprobeerd heb, die kun je ook gewoon uittesten zonder het op je harde schijf te installeren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, zet Linux op bijvoorbeeld een USB-stickje. En dan kun je dat heel erg mooi gaan uittesten. Dit is trouwens een hele leuke USB-stick die ik ooit een keertje bij de kringloop heb gevonden. Iemand heeft het ooit een keertje gewoon aan me gegeven. Zo van, hey Koen, hier heb je een USB-stick. Dankjewel, man. De kringloopwinkel is fantastisch. Ik kom er best wel regelmatig. Ik ga er nog een hele video over maken. Dus ja, dat. Oké, Ubuntu Studio wordt in ieder geval even lekker opgestart. En als die eenmaal is opgestart, dan zullen we, als het goed is, volop gebruik kunnen maken van Ubuntu Studio. Volgens mij moet mijn... Ah, kijk, ik wou net zeggen. Volgens mij moet mijn achtergrond nog wel even opstarten. Dat is nu dus gefixt. Sommige Linux-distributies die passen zich ook automatisch aan op het schermgrootte van mijn virtuele machine. Dat heeft deze dus niet. Dus je moet hier de resolutie al matig gaan instellen. Gelukkig kan dat heel erg makkelijk in de beeldscherminstellingen van Ubuntu Studio. Dus hier heb je al je resoluties die je nodig hebt voor je virtuele machine. Ik zet hem zelf altijd gewoon op bijvoorbeeld 1360x768. Die resolutie is goed genoeg voor een virtuele machine met bijvoorbeeld Ubuntu Studio. En één ding wat ik heel eventjes hiermee wil laten zien, is dat als je bijvoorbeeld Linux wil gaan uittesten, Linux is volledig gratis, dus daar kun je gewoon lekker mee aan de haal gaan. En als dat je een bepaalde Linux distributie zoekt die bij jou past, zoek dan vooral een Linux distributie uit zoals bijvoorbeeld Ubuntu of Linux Mint. Installeer deze voor de zekerheid heel even in VirtualBox. Waarom? Omdat VirtualBox echt de ideale manier is om uit te testen welke Linux distributie bij jou het beste past. Wat het leuke is aan Ubuntu Studio specifiek, ik zou het gewoon al even laten zien, is dat jij verschillende software meegeleverd krijgt die ontzettend nuttig zijn voor bijvoorbeeld het maken van video en audio en allemaal van dat soort shit. Bijvoorbeeld, we hebben hier allemaal leuke programma's zoals Audacity, we hebben Brasero, we hebben DG Edit,
hydrogen. We hebben een DJ set. We hebben een DJ programma zoals Virtual DJ. Kun je gewoon even DJ shit gaan doen in dit programma. En voor graphic design heb je bijvoorbeeld Blender. Je hebt Inkscape. Je hebt GIMP. Je hebt allerlei verschillende leuke programma's waar je mee aan de slag kan gaan daarmee. En je hebt hier zelfs nog een aantal programma's in zitten. En degene waar ik natuurlijk de meeste interesse heb is videoproductie. Want hier heb je namelijk Blender, Carla, je hebt Envy Control, je hebt Kden Live. En Kden Live is iets waar heel veel mensen misschien wel interesse in zullen hebben als dat je video-editor bent. Want als je video-editor bent en je gaat Linux gebruiken, gebruik alsjeblieft Kden Live. Het is zo ontzettend mooi om te gebruiken. Het lijkt een beetje op Sony Vegas en ook een heel klein beetje op Adobe Premiere Pro, wat ik momenteel gebruik voor deze video. Dus dat is fijn. En het is ook gewoon heel erg makkelijk om hier leuke dingen in te gaan doen. Dus dat is even in het kort uitgelegd hoe jij een virtuele machine kan gaan bouwen in VirtualBox. Ik ga ook gewoon al even Ubuntu Studio installeren op dit ding, omdat het, weet ik veel, vind ik gewoon even leuk om nog heel eventjes erbij te doen, om even te laten zien hoe dat in zijn werking gaat hier ook. Mocht het zo zijn dat je dit ook wil gaan proberen, er staan linkjes in de beschrijving voor een aantal Linux-distributies, zoals Linux Mint en Ubuntu Studio, wat ik momenteel ga laten zien. Natuurlijk ook het programma waar het allemaal in gebeurd is, VirtualBox. Ik zou zeggen, probeer het allemaal gewoon eens zo even uit. Test een aantal leuke Linux-distributies. Of installeer een hele oude versie van Windows. Of zo, weet ik veel. Misschien heb je een aantal oude spellen die je op je computer wil gaan spelen, maar het niet kan omdat Windows 10 fucking kut is. En je gewoon een oude game wil gaan spelen. In dat geval raad ik je zeker aan om gewoon even VirtualBox een kans te geven. En gewoon even lekker aan de slag te gaan met deze virtuele machines. Want het is serieus de moeite waard om dit gewoon even uit te proberen. Ik ga lekker even Ubuntu Studio installeren. En ik ga er even mee aankutten zometeen. Ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze video. Als je van hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. Als je deze video haat, dan weet je die knop en de deur misschien ook wel te vinden. Voor de rest, laat me vooral even weten wat je van deze video vond. En wat je nog meer wilt zien op dit kanaal in de reacties hier onder deze video. En voor de rest, abonneer je natuurlijk gewoon op het YouTube kanaal. En klik op de bel voor meer fantastische video's. Want die wil je natuurlijk niet missen. Want het is natuurlijk hartstikke vet. En daarmee wil ik jullie graag een prettige dag verder wensen. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. This is Phoenix Star signing out. Take care and have a good one.